Dag beste kiekers, welkom bij alweer de 32e, ja, je hoort het goed, de 32e aflevering van Sassendorp TV. Hans, git op bezoek bij woon, zorg, dienstencentrum, werken. Natuurlijk al bekend om een gezellige avond die telefoon mee te maken met de bewoners hier. We hebben al het een en ander zo door de raampjes heen bekeken. Het ziet er leuk uit, het ziet er gezellig uit. En samen met mijn vriend Batsen, die achter de camera staat, ja, dan zullen we misschien wat van opnames af jullie kunnen maken hier. Gewoon mijn best doen. Gewoon mijn best doen. Ja. Wel doen, hè? Want dat Wie dat als zo boer is, hè? Je kent niet, hè? Wie komt met Batsen? Nou, kom maar. Wie komt? Zo is het. Je hebt ons hier naartoe gestuurd. Nou, geen spijt hoor. Het is leuk. En wat treffen we hier nou net? De jeugdprins, Prins Jasper. Gaan we eens even vragen. Jasper, hoogheid. Mag ik u vragen, wat vinden jullie tot nu toe van? Heel erg leuk. Ik vind carnaval altijd, heb ik al leuk gevonden. Ik vind dit echt fantastisch. En vooral met deze mensen, wat vind je daarvan? Hoe bedoel je met deze mensen? Nou, dit zijn wat oudere mensen. Dit zijn mensen met een lichte handicap. Ja, het maakt niet uit hoe je bent. Iedereen, je doet gewoon mee en dat is leuk. En daar gaat het om. Dat iedereen het leuk heeft. En wat vind jij ervan dan? Nou, hier, is dit de eerste keer dat je met zoiets bent, met zo'n bejaardencarnaval? Ja, na zaterdagavond dan, maar in zoiets? Ja, eigenlijk wel. En wat vond je ervan? Ja, ik vind het leuk dat we ook carnaval kunnen vieren. En de Polonaises, ja, jullie lopen meestal alleen. Gaan jullie straks nog de mensen uit de stoelen halen? ja, dat weet ik niet. Ah, stiekem wel. Dan ga ik Jasper nog even een intieme vraag stellen. Hoogheid, nu u hoogheid bent, hoe is het met de dames? Goed. Lopen ze al in grote getalen achter u aan nu u hoogheid bent? Geen flauw idee. Je maakt mij toch niet wijs dat je het niet in de gaten hebt? Nee, ik heb het echt niet in de gaten. Nee. Echt niet? En heb je zelf ook niet zoiets van, hey, dat is een leuk kippetje. Daar wil ik wel een keer een avondje mee carnavallen. Oh ja hoor. Dus die zijn er wel? Ja. Ga geen namen noemen? Nee, geen namen. Oké. Okay. Nou, hey, ik hoop dat jullie met z'n beiden nog... trouwens, waar is je andere adjudant? Skiles. Ja, dat moet ook gebeuren, hè? Skiles. Wij hadden vroeger gewoon school en bedtijd. En tegenwoordig hebben ze school en skiles. Hey, ik hoop dat jullie dan een ongelooflijk fijn carnaval hebben. Hier vanavond en aankomende vrijdag. En voor jullie gaat het zaterdagmorgen met de eigen pieper opzetten. Ja. En dat is om hoe laat? Ik zou het echt niet weten. In ieder geval voordat we de prins gaan ophalen, neem ik aan. Ja. Oké, okay, nou, ik hoop dat jullie nog een heel fijn carnaval hebben. Je hebt nog wat chips aan je mond zitten, zie ik net. Jongens, bedankt. En we zien elkaar ongetwijfeld weer. Ah, tot de volgende keer dan. Gaan we doen, hoogheid. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer.
zeggen, we zitten hier bij Jolanda. En Jolanda die regelt het zo'n beetje hier allemaal om die mensen een leuke avond te... Wat doe je hier allemaal, Jolanda? Nou, ik werk hier inmiddels 13 jaar. Mijn werkveld bestaat al 13 jaar. En in principe doe ik kinderverzorging. En ze hadden gevraagd, laten we wat wil jij een carnavalsavond voor de mensen verzorgen. Omdat ik wel een beetje redelijk bekend ben met de carnaval. En bij deze heb ik dat gedaan. En ik denk dat het een hele gezellige, geslaagde avond was voor de mensen. Ja, want ik heb het al gehoord van onze regisseur. Volgend jaar is er weer geboekt om te filmen. Dus, maar je had het over een carnavalsachtergrond. Dat klopt wel, want je zit natuurlijk bij de Touwensnoren. Je hebt een Knienebelters achtergrond. Ja. Dus dat van het carnaval zit er goed. Maar hoe zit dat met de Touwensnoren? De Touwensnoren hebben ze me 3 jaar geleden gevraagd of ik in het bestuur wil komen. Ik ben in het begin bij de oprichting van de Touwensnoren geweest. Omdat ik daarvoor 12 jaar bij de IJsselbonden heb gewerkt. En toen ben ik verhuisd naar een andere baan. En zo... Wegen hebben ze me weer gevraagd om dan in het bestuur te komen. Heb ik gedaan en ze hadden een baritonspeler tekort en ik kan absoluut niet blazen. Maar ze dachten, was wel leuk voor Jolanda. Dus Jolanda die heeft gewoon de bariton gepakt en die blaast mee. Maar het is maar goed dat niet iedereen hoort wat ik blaas. Maar ik doe mijn best. Nou, bij deze wel, want ik heb een paar keer stiekem de microfoon bij je gehouden. Ja. En bij een trompetist ook nog. Maar deze bewoners, zitten die hier in Werkeren of wat doen die? Werkeren is sinds kort opgesplitst in Frion en IJsselheem. Voorheen was het helemaal IJsselheem, maar door de bezuinigingen moesten de 2 gangen gesloten worden. Waardoor de bewoners verhuisd moesten worden en door de natuurlijke weg zijn er een aantal bewoners ook weggegaan. En Frion is sinds vorig jaar bij ons inkomen wonen. Begin dit jaar is er nog een gang bij inkomen wonen. En nu zijn we compleet Frion en IJsselheem samen en het is echt heel leuk. Hadden we niet verwacht, maar het is echt, gaat heel goed. Het past goed en het klikt goed en... Fantastisch. Maar goed, wat je dus ook zag van de mensen hier, het biedt ze een bepaalde vreugde en ieder die viert het op zijn eigen manier en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Nou, ik hoop dat Wieger ook genoten heeft, want hij ziet natuurlijk straks de filmpjes weer. En Jolanda, bedankt in ieder geval voor de kleine uitleg die je gegeven hebt aan ons. Ja. En ik hoop dat je nog een hele leuke tijd hebt met de bewoners en natuurlijk met de Touwensnoren. Nou, dankjewel. Okay. Wieger, we gaan weer terug naar jou. Het was een bijzonder gezellige avond, een leuke avond, de bewoners hebben genoten, wij hebben natuurlijk genoten en wie ziet me kan de volgende keer denk ik maar weer wel. Gert was laaiend enthousiast. Samen met mijn vriend Batse, ook aan de camera, maar Batse, Wiegon, in het tweede herts en wie moet nou bij standen? Oh, op de fietsen. Wiegon, hoi! Hoi!